avontuur begint nu. Hé, hey, kom op. Au, go, go. De race is begonnen. Een hectische tocht door Mexico, Nicaragua en Venezuela. Drie landen getekend door een revolutionair verleden. Que viva la revolución! Van Mexico City naar de Maya's en de ondergedoken Zapatisten. Dat is wel spannend, hè, man. Dominique, daar zijn ze. Op zoek naar de guerrilla's in het arme Nicaragua. Ga niet en daarmee gedaan. Oh, moet je ook uitkijken voor koeien hier. Over de toppen van de Andes. Door de Llanosvlakte. Naar de Piaroa-Indianen. En dwars door de ruige olievelden van Venezuela. Tot in het grimmige Caracas. Voor de finale. We hebben het beste voor het laatst bewaard. Deze laatste etappe in Mexico begint hier in Palenque. De machtige tempels op deze archeologische plek zijn nu verlaten ruïnes. Maar 1400 jaar geleden vormden ze het hart van de grootste en invloedrijkste beschaving ooit. De Maya's. Dit is echt super. Dit is echt niet normaal. Voor een van de duo's wordt dit de laatste etappe. Zij moeten net voor de oversteek naar Nicaragua de Peking Express caravaan verlaten. Tempo, tempo! Stop, stop! Ik wil natuurlijk iedereen afvlaggen. Kom maar, godverdomme! Dit is het ultieme avontuur. Kom op, kom op! Acht duo's met maar één doel. Met €1 per dag zo snel mogelijk liften. En het vliegtuig halen naar het volgende land. Ze weten niet waar ze terechtkomen. Oh, fantastisch. Ik zeg, we blijven hier. Aan welke gevaren ze blootstaan. En hoe dit hun leven zal veranderen. Godverdomme, stop ermee. Dat is echt gigantisch, adembenemend. Dat is echt bijzonder. Als je op zo'n plaats een keer kunt komen, nou, dat is grandioos. Goedemorgen allemaal, welkom op deze magische plek. We beginnen zo meteen aan de vierde etappe. Met één duidelijke inzet. Wie bereikt het volgende land? Want één duo zal in deze etappe Peking Express moeten verlaten. Loes en Jos, voor jullie wordt het extra spannend. Jullie waren laatst. Dus jullie krijgen in deze etappe een half uur straftijd. Peter en Veronique, jullie zitten op rozen. Jullie hebben de vrijgeleide gewonnen de vorige etappe. Dus dat betekent geen racestress. En jullie hebben ook twee tickets meteen naar het volgende land. Jullie hebben van de Zapatisten een rode vlag gekregen. En we gaan die in deze etappe gebruiken als rode stopvlag. Dus jullie mogen die aan een duo schenken. Welk duo schenk je dit strategisch voordeel? Even die aan Marion en Dominique. Marion en Dominique, dat zijn vrienden van ons. Dus als we elkaar kunnen steunen, dan zullen we elkaar steunen. Veel succes ermee. Peter en Veronique en Dominique en Marion zijn dikke vrienden geworden tijdens de vorige etappe. Dominique, Peter, heel veel succes. Ik vind het top dat we samen zijn. Ja, ik vind het leuk. En beide duo's delen de brandende ambitie om Peking Express te winnen. De vlag vind ik echt een geschenk. En zeker omdat dit zo'n belangrijke etappe is. Wie afgevlacht wordt, heeft een half uur straftijd. Doe allemaal jullie best. Veel succes. De vierde etappe begint nu. Mark en Marlinde gaan zoals altijd rustig en beredeneerd te werk. Voor hen is het simpel. Wie voor de stopvlag blijft, kan niet afgevlacht worden. We voelden ons heel erg goed toen we daar wegrijden. Omdat we gewoon weten, joh, die vlag die zit achter ons. En als wij gewoon de tempel vol kunnen houden, dan zitten we veilig. Oh, moet je, graag. Thank you.
Dominique en Marion hebben hun eerste lift te pakken en zetten de achtervolging in. Ik vind het ook belangrijk dat we blijven racen naar Dominique. We willen met die vlag heel veel voorsprong krijgen. In de vorige etappe had Marion het moeilijk met Dominique. Ze vindt Dominique te passief en te weinig gedreven. Ik had wel gewild dat ik een sterkere partner had. Marion wil met een schone lei beginnen. Daarom probeert ze Dominique te motiveren en te betrekken bij de race. Kijk jij achter, ik kijk voor. Goed? Moeten we heel goed opletten. Ja. Mark en Marlinde racen voor de stopvlag uit. Maar de koppels mogen de stad Palenque niet voorbij zonder eerst een hangmat te kopen. Señor, ¿cuánto cuesta una maca? 120, no. No, no, por una persona, no, no, señor. Kom. Die hangmat hebben de koppels nodig, want wie afgevlagd wordt door Dominique en Marion moet zijn half uur straftijd verplicht doorbrengen in een traditionele hamaca. Vader, ik wil een andere kleur. Voor de Mexicanen in de provincie Yucatan is de hangmat hun tweede huis. De Maya's bedachten de eerste hangmat meer dan 1000 jaar geleden. Compact, goedkoop en een prima beveiliging tegen slangen en ander kruipend ongedierte. Bruno en Wendy hebben zonder kibbelen hun eerste hangmat en een snelle lift te pakken. Dat geeft moed na het vermoeiende bekvechten in de vorige etappes. Bruno, zeg, je moet daar niet over zitten. Leuter, het is naar zo en naar meegedaan. Bruno en Wendy beschouwen de stress van Peking Express als een relatietest. En vandaag gaat alles goed. Het is soms heel lastig en het is soms moeilijk. Maar uiteindelijk, als we nu ruzie beginnen maken, beseffen we ook allebei, het gaat er ons niet meer vooruit helpen. Al die auto's komen daartoe, hè. Terwijl de race al volop bezig is, zit de straftijd van Loes en Jos erop. Met een half uur achterstand beginnen ze aan deze eliminatie-etappe. Nou, we hebben een achterstand die we heel moeilijk iedere keer kunnen inlopen. Dan blijf je constant achter de feiten aan hobbelen. Maar de laconieke moeders zijn dan ook niet de meest fanatieke lifters. Kom maar, ja, kom maar, cowboy. Stoppen. U daar. Die, ja, maar neem eens hier, kom eens sterren. O, dit is ook een fijne, Jos. Die. Jammer. De Maya-tempel van Palenque mogen ontdekken is een hele eer. Peter en Veronique hebben al bewezen dat ze een topduo zijn. En die eer meer dan waard zijn. Weet je wat ik wel merk? Die deuren, die zijn wel hoog. Ja. Terwijl de mensen die wij hier ontmoeten, die zijn heel klein. Dit is super. Dit is echt super. Dit is echt niet normaal. Dominique en Marion willen zoveel mogelijk duo's aan de kant zetten. Om zo te voorkomen dat ze zelf afvallen. Je wil natuurlijk iedereen afvlaggen, want dan heb je die half uur voorsprong. Maar ik besef wel heel goed dat we door het afvlaggen misschien wel qua je gezichten krijgen. Dominique doet goed mee vandaag. De dames staan strategisch opgesteld aan de rand van de stad. Nou, waar moeten wij, Bruno? Bruno, welke richting moeten wij? Ja. Es posible, dos personas. Ja, wat gebeurt er natuurlijk? Ja, die Marion die staat er met een vlag en dat is zelfs als voor dood te vallen. Hé, hey, we zijn afgevlagd, godverdomme. Bruno! Hoe, wat is dat? Bruno! Ja, maar hé, hey, godverdomme! Hé! Hey. Je weet dat je dan in een goede positie zit en dan heb je dat half uur direct aan je benen. En dat was een grote ontgoocheling. We zullen wel willen naar huis gaan. Kijk al mijn kleuten uit, godverdomme. Bruno! Wat? Kom! Wat? Kom! Ja, mijn kloten, dat gaat echt te waren. Die kot gaan we daarna nog zeggen? Godverdomme. Dus ik een poco rápido, senor. Jamila en Hassan zijn vandaag goed op dreef. Peking Express is de eerste verre reis voor het moslimkoppel. En dus willen ze absoluut naar het volgende land. Ik hoop alleen maar dat we al buiten zijn en soms niet zien met die rode vlag, want dan zijn we weer al een half uur kwijt. Dan moeten we een siesta pakken. Ik heb er helemaal geen goed voor. De adrenaline is daar boven aan het stijgen bij mij. Maar Dominique en Marion staan nog steeds strategisch opgesteld. Oh, pas op. Ze gaan een siesta. Ja, Stop. Loes en Jos liggen in allerlaatste positie en moeten net als alle andere koppels helemaal naar Senior, waar morgen de proef wordt gespeeld.
Dominique en Marion liggen op de tweede plaats. Zij hebben met de rode stopvlag Jamila en Hassan en Bruno en Wendy een half uur straftijd aangesmeerd. Jawel, hang daar, hier. Je zult wel zien. Wat moet je dat toch doen alsjeblieft? Jamila en Hassan moeten zo snel mogelijk een hangmat ophangen. Want het half uur straftijd begint pas als ze erin liggen. Vlakbij hangen Bruno en Wendy ook al te schommelen. Ja, oké. Dan liggen we erin. Moeten we niet gewoon zitten? Kom, ik kan gewoon zitten. Ze wil altijd zo dicht bij je liggen. Nou, wel, dat was dicht, hè? Kom, stond maar recht. Stond recht. Alsjeblieft. Springen. Waarom spring je nou? Ja, hey, maar het moet niet springen. Je moet er rustig gewoon inliggen. Ja, en dan bam, we lagen er alle twee, hè? Jamila en Hassan moeten noodgedwongen een andere manier vinden om met z'n tweeën in een hangmat te kunnen liggen. Yes, come on. Allee, come on. Zo dicht liggen wij zelf niet, hè? Dus bij ons in onze gemeenschap is wat je echt intiem doet met je partner, moet je thuis doen onder, achter gesloten muren. Maar wij moesten zo rap in die hangmat zitten, dus ik moest wel op Hassan gaan liggen. Maar ik hoop dat ze het zullen begrijpen. Ik had mijn kleren nog aan en Hassan ook, dus... Mark en Marlinde hebben een directe lift, maar omdat het kind van hun bestuurder honger heeft, stoppen ze bij een hamburgertent. We waren heel erg relaxed, heel mellow en we dachten ja, we liggen eerst. Ze moeten hier zijn, kijk jij binnen? Marjan! Marjan! Wat? Maar Mark en Marlinde pakken het heel handig aan. We laten jullie eerst. We laten jullie eerst, alsjeblieft, alsjeblieft. We zitten hier achter. Ik beloof je dat we jullie eerst laten en niet zo inhalen, alsjeblieft. Ik werd zo gesmeekt en daar ben ik erg gevoelig voor. En toen heb ik met mijn gevoel gehandeld en niet met mijn verstand. Oké, blijf dan, hè, want wij moeten nog even nog naar de wc. Blijf hier dan even, hè? Oké, hoef je niet in je hangmatje. Ja, maar ik beloof. Strategisch gezien is het heel prettig. Dat neemt wel wat druk van de ketel. Behalve bij Mark en Marlinde gaat het bij niemand soepel. Raymond en Lisbeth sukkelen zoals gewoonlijk met de communicatie. Hola, señor. Buenos días. Buenos días. ¿Dónde usted, señor? Ons Spaans is natuurlijk nog niet optimaal. ¿Es posible acompañar, por favor, a la dirección, señor? You go to, señor? Is de senior of no? We weten ook dat we op een aantal koppels echt een achterstand hebben op dat taalgebied. Want ja, op een of andere bijzondere wijze zijn er gewoon een hoop koppels die gewoon goed, heel goed Spaans spreken. Dus dat hebben ze zeker voor op ons. Ja. Oké, okay, gracias. Es posible acompañar? Es posible, por favor, senor. Oké, okay, gracias. Even ontspannen. Loes en Jos, die met een half uur achterstand zijn vertrokken, lijken nog steeds de ernst van hun situatie niet in te zien. Ze houden zich met van alles bezig, behalve met geconcentreerd racen. Echt, ik ga je tanden poetsen. Oh ja, nou, ja, echt zo lekker. De straftijd van Bruno en Wendy zit er inmiddels op en ze zien het weer helemaal zitten. Die kunnen we ver krijgen. Hè? Die brengen ons tot in 11 ongeveer als we wat chance hebben. Dat was eerste klas. Dat was dan na eigenlijk dat alle virken naar al water was dat ideaal om terug met volle moeten vertrekken. Ik word echt zot als ze ons met deze noto aflacht. Ja. Maar dus minstens nog van iets zien, duiken, hè. Door hun snelle lift zitten Bruno en Wendy zonder het te beseffen vlak achter Marion en Dominique. Marion heeft dat wel door. Zie ze echt? Dat is wel spannend, hè, maat. Wauw. Oh, ik kan zo lelijk gejost zijn hè, als die aflagen. Als smeken ze. Ik wil me deze etappe niet af laten pakken. Ik wil absoluut eerste worden. Zit er meer met altijd goed opletten op punten, tol betalen, parkings, tankstations. Op, brak op, brak op. Godverdomme. En ja, verlappen dat. Maar zeg dat tweede keer. Godverdomme. Daar stonden we, ja. Het is gedaan, we stoppen ermee. Hey. Rode vlag aan ons been, tweede keer op een uur tijd. En dat was echt voor te flippen. Godverdomme. En voor de tweede keer slaat Bruno's humeur helemaal om. Ja, man, kloten, dat gaat echt te waren. Voor mij moet het niet meer los van naar huis gaan. Dat stik ik nog tegen. Allee, kom.
Helemaal achteraan hebben Loes en Jos eindelijk een lift. Maar wel een trage. Oké. Niet veel later eindigt de eerste dag van deze etappe en moeten de koppels een slaapplek zoeken. Ik hoop dat we niet stoppen in the middle of nowhere, want dan is het big problem. En dat heeft Hassan goed opgemerkt. In dit deel van Mexico liggen de dorpen vele tientallen kilometers uit elkaar. Geen huisje te bespeuren. Nou, nou Jos. Help! Help! Ja. Oh, ik moet ook uitkijken voor koeien hier. Voor de meeste koppels zit er niets anders op dan te voet door het land van de Maya's te trekken. Op zoek naar een slaapplaats. Marion en Dominique komen terecht bij een alleenstaande moeder. Ah, geweldig. Ah, super. Het zag er misschien minder comfortabel uit dan andere slaapplaatsen. Maar het was gewoon het feit, we waren eerst op ons gemak. We hadden die hangmat die we daar konden hangen. En ja, ik vond het een van de beste slaapplaatsen tot nu toe. Anke un bagna? Oh, super. Oh, super. Muchas gracias. Oh, sí. Oh, ik ben tevreden met alles. Ik mis helemaal niks van de luxe van thuis. Wie hier op zoek is naar een bed, komt bedrogen uit. Je vindt hier alleen hangmatten. Wat is dat, durven? Oeh, wat is dat? Dat is klein, dit. Na de val van vanochtend wil Hassan geen enkel risico nemen en vraagt een demonstratie van een expert. Wat er is in liggen. Die liggen zo op hun zin. Ah, ja, ja. Perfecto. Muchas gracias, señora. Zullen we het eens proberen? Oh, fijn. Ah. Ja. Oh. Dat ligt lekker, hè? Het is even wennen. Ik heb nog nooit eerder echt een nacht in een hangmat geslapen. Het is heel anders dan een bed. Je ligt sowieso helemaal zo rond. En ja, je kan je hoofd nergens echt leggen. Raymond en Lisbeth zijn gestrand in hetzelfde dorp als Loes en Jos. Kom eten! Gezellig. Beide koppels hadden tot nu toe amper contact met andere duo's. Nu vinden ze wat gezelschap bij elkaar. Maar wanneer Lisbeth over hun positie in de race begint, schrikken de moeders zich rot. Ik vind het gezellig zo met ze. Met z'n vieren. Ja, we liggen als laatste, hè? Echt waar? Ja, denk je niet dan? Nee. Ik was eigenlijk best wel verbaasd. Eigenlijk nog helemaal niet verwacht. Ach, wat zijn we toch ook weer, stelletje. Ja, wij zijn echt wel een beetje... Dus... Nou, weet ik niet waar. Ja, dus we liggen gewoon als laatste. Ja, nou, volgens mij wel. Oh, sorry, dus we hebben het nu helemaal verpest voor jullie. Nee, helemaal niet. Had ik niet gedacht. Nee. De duo's beginnen aan de tweede racedag van deze etappe. Morgen wordt duidelijk wie niet mee mag naar het volgende land. Adios, senor. Adios. Adios. Gracias. Wow. Deze eliminatie-etappe voert de duo's door het oude land van de Maya's. Hun cultuur is bijna uitgestorven, maar in sommige kleine dorpjes wordt de Maya-erfenis nog levend gehouden. Zoals hier in Chan Chen Comandante. Op het plaatselijke schooltje wordt hier nog de Maya-taal aangeleerd. De twee duo's die hier als eerste binnenkomen wachten een leerrijke confrontatie waar ze deze bakfiets voor nodig hebben. En de inzet is hoog, een vrijgeleide naar Nicaragua. De duo's racen naar Senor. Peter en Veronique weten dankzij hun vrijgeleide al zeker dat ze naar Nicaragua gaan en zijn al op de eindbestemming. Daar zijn Loes en Jos en Raymond en Lisbeth nog lang niet. Zij liggen helemaal achteraan. Bruno en Wendy en Mark en Marlinde liggen achter Marion en Dominique met de stopvlag. Mijn enige bezigheid is te halen tot het volgende land. Bruno en Wendy en Mark en Marlinde beginnen op exact dezelfde plaats met liften. Ja, dus we waren ongeveer een kwartiertje op die plaats al aan het lift en het lukte dus echt al niet voor één voertuig te kunnen stoppen. En er was zo weinig verkeer, er was zo weinig passage dat het heel moeilijk was. Oh,
Nou, dat waren onze liften van gisteren goed geweest nu. Mark, zou jullie vrachtwagens nemen? Maar die gaan vrachtwagens, die gaan zo langzaam. Nou, we hebben er ook nog geen genomen. Hier komt weer een pick-up, of nee? Vraag dus aan die vrachtwagen. Nee, maar die rijdt zo traag. Maar voor hetzelfde geld rijdt je tot waar dat je moet zijn. Ja, maar... Bruno heeft het gehad en wil van tactiek veranderen. Om toch uit het stadje te komen en zo een voorsprong op Mark en Marlinde op te bouwen, nemen Bruno en Wendy een risico. Ik denk dat ik wel een vrachtwagen aan nemen op de lange duur. Moeten we daar iets aan vragen? Ja, kom. Dus hebben we besloten van oké, wij pakken gewoon die een truck. Gaat u van ons zetten, man? No? Direction? Can we go with you? Gracias. Hé, hey, jongens! Wij nemen hem dan! Succes, hè! Kijk, als ze een vrachtwagen willen, dat is hun keus. Ja, ik heb gewoon het idee dat een vrachtwagen niet opschiet. We zijn toch weg, hè? Ja, wel. Mark en Marlinde blijven staan. En dat kan beslissend zijn. Ja, doen de ban. Gracias. Ook bij Dominique en Marion loopt het niet soepel. Met een mogelijke eliminatie in zicht komen sluimerende spanningen weer bovendrijven. Ga jij gauw kijken in die zwarte auto, rennen! Oh joh, waarom moet ik rennen? Haar inzettingsvermogen vind ik erg laag. Waarom moet ik rennen? Het is een eliminatieronde, Dominique. Ik vind Dominique een lieve meid, maar ik had veel liever een andere partner gehad die ook gedreven was geweest. Zij is degene die het hardste wilt winnen. Voor mij is tweede of derde plaats even goed. Voor mij hoeft helemaal niks gehaast te worden. Ik hou de dingen tegen, ja? Jamila en Hassan liggen in tweede positie en hebben een supersnelle lift van een Amerikaans koppel. Ik hoop dat ze niet gewoon hopen, dat ze dat niet gewoon zien. Dat wat lig je nu? Ik denk, wel lig je nu? Niet op vak, Marion heeft haar zinnen op de vrijgeleider gezet en is vandaag hyper geconcentreerd. Komen we er aan de pompstation? Ja! Hassan en Jamila! Marion stond daar en ze heeft ons weer afgevlecht. Het is van alleen weer al een half uur. Oh, help Rick! Er is al één eliminatie geweest, nu komt de tweede. Nu is het echt tand om tand oog omhoog, denk ik al. Je moet erop die hangmat gaan hangen. Het lijkt erop dat Marions gedrevenheid indruk maakt op Dominique. Marion! Voor het eerst heeft ze zelf een lift gescoord. En Marion is in de wolken. Zitten we? Kunnen we mee? Ja, we zijn helemaal naar Zitten. Eindelijk ging ze ook een lift zoeken. Gaf wel een supergevoel. En ze heeft gewoon een geweldige lift geregeld. Super, naar de eindbestemming. Het is geweldig. Dankjewel. Goed gedaan. Bij Raymond en Lisbeth en Loes en Jos is de vrolijke sfeer van gisteravond omgeslagen in spanning. Raymond ging helemaal voor aan de weg staan. Die stond gewoon midden op de weg om alle auto's tegen te houden. Raymond zorgt ervoor dat hij als eerste de auto's tegen kan houden. Dus als eerste personenauto. En die had Raymond aan de haak. Dus dat was gewoon geen handige zet van mij. Hij zit erin, denk ik. Ja, hij gaat erin. Ja, we hebben jullie een lift. Dus dat was helemaal mooi. Dus wij gingen daar als eerste weg. Je moet een lul als brugman volgens mij, hè? Want je stond heel lang met hem te praten. Het kan wel zo'n belangrijke zijn, hè? Ja. Een meevaller voor Bruno en Wendy. Hun vrachtwagen rijdt door naar de eindbestemming. En hun hoop en humeur stijgt met de kilometer. Ik voel me echt super rond. Ik heb een plezante, hele goede muziek. Ja, voilà. Kinderen gaan zingen. Kinderen niet veel te gaan zeggen, maar wat. Bruno en ik zijn de personen van de pieken en de dalen. Dat is in alles zo. Zowel zijn wij super gelukkig, als zowel zijn wij alle twee zo super down. Maar hun geluk zou wel eens van korte duur kunnen zijn. Mark en Marlinde hebben een risico genomen door niet in een vrachtwagen te stappen. En dat lijkt te werken, want ze hebben een snelle wagen te pakken. Alla centro, aquí. Gracias. Dominique en Marion zijn inmiddels in Signor. Nos puedes llevar al centro, por favor? Es muy, muy importante. Sí, gracias. Voor mij is het ontzettend belangrijk om als eerste aan te komen. Ik wil winnen. Ik wil gewoon winnen. Más rápido, sí. Dag, Marion. Hallo. Welkom hier. Dankjewel. Dominique. Hallo. En?
Ja, volgens mij zijn we eerst. Ja? Ja? Het is zo super gegaan. Jullie zijn eerst ook gefeliciteerd. Yeah! Oh, eindelijk. Wow. Het is de eerste keer eerste. En dat betekent dat jullie de proef gaan spelen. Ik wil wel de rode stopvlag terug. Ja. Want dat is afgelopen vanaf nu, hè? Prima. Bruno en Wendy hebben pech. Op enkele kilometers van Senior staan ze stil langs de weg. Probleem, Senior. Wat dacht je? Een van zijn banden plat natuurlijk. En ja, daar stonden we dus weer al. Hè. Wie zijn dit? This is a different team. Hé? Huh? Hallo. Hey. Hey, dat is... Wie is dat? Ja, nee, dat zijn Wendy en Bruno, joh. Ah. Godverdomme. Zitten we nou nog steeds in die truck? Ja. Nee. Zo rap kan het gaan, hè? Now everything is good. Thank you so much. Bruno en Wendy blijven voor één keer niet bij de pakken neerzitten. In geen tijd hebben ze een nieuwe, supersnelle lift. Wow, redelijk rap opgelost, hè? Van die grote pech maakten we eigenlijk direct ook ons groot geluk. Want de eerstvolgende auto, ze hebben ons gewoon naar de eindbestemming gebracht. Dag Mark en Marlinde. Hallo. Welkom hier. Hoe gaat het? Goed. Goede lift gehad? Ja, we hebben een hele goede lift gehad. Hebben jullie veel last gehad van de stopvlag? Nee. Nee, helemaal niet. Helemaal niet? Nee. We hebben een afspraakje gemaakt met ze. Wat moeten jullie daar terug voor gaan doen dan? We hadden gezegd dat wij sowieso niet voor ze zouden aankomen. De eerste twee duo's die hier binnenkomen, die spelen de proef. Oké. Dus de vraag is nu of jullie nummer twee zijn. Op dat moment hadden we ook echt geen idee van onze positie. Geen idee. Jullie zijn tweede. Yes. Gefeliciteerd. Ja. Dat betekent dat jullie de proef gaan spelen tegen Marion en Dominique. Prioriteit nummer 1, 2, 3, 4 en 5 is gewoon het volgende land behalen. En ik denk dat door die proef te mogen spelen en dus de kans maken om die te kunnen winnen, dat we meer kans hebben om naar het andere land te komen. Nu Marion haar tegenstanders kent voor de proef, denkt ze meteen terug aan een sleutelmoment in de race. Was dit wel een goede beslissing? Ik hoop dat we jullie eerst laten en niet zo inhalen, alsjeblieft. Alsjeblieft. Okay. Ik baal echt ervan dat ik deze beslissing genomen heb, want het is nu een heel sterk duo. De proef begint met een hele simpele opdracht. Jullie moeten naar het dorpsschooltje van Chan Chen Commandanten fietsen en daar de professor vinden. Zet hem op, want er staat veel op het spel. Dat weten jullie. Een vrijgeleide naar het volgende land. Op mijn teken mogen jullie starten. Ik wens jullie heel veel succes. Zijn jullie er klaar voor? Start. Wat de fietsen betreft, dat winnen we wel. Maar met deze lompe bakfietsen ga je niet altijd de goede kant op. Oh, wat? Daar rolt een stukje. Nee! Wat? Ja, ik denk dat stuurt voor geen meter. Eigenlijk heb je geen stuur. Het begin ging niet zo goed. Je kunt dan. Dus dat is echt waar, Marion. Dat is echt een vrijgeleide. Dit is de eerste proef die Mark en Marlinde mogen spelen. En ze willen alles geven. Oh man, rotfiets. Sorry. Niet erg, Marion. Echt niet. Die vrijgeleide is heel belangrijk, hè. Kom op. Wij willen niet naar huis, hè. Dat is een vraag. Kut. Levensgevaarlijk vond ik het. Echt. Kom op, Dominique. Klaassen heeft het te lopen klaar. Help gewoon. Dominique en Marion komen met een kleine voorsprong als eerste bij de school. Hier krijgen ze hun opdracht van de leraar. Eén persoon van elk deel moet van 1 tot 10 leren tellen en optellen en aftrekken in de Maya-taal. De ander moet met de bakfiets terug naar het stadje Senior op zoek naar de timmerman. Pik daar 2 opgeknapte lessaartjes op en breng ze naar het schooltje. Hoe vlug je dit doet, hoe minder tijd de tegenstander heeft om de Maya-taal in te studeren. Oké, ik ga de Maya-taal leren, want ik ben beter in leren, oké? Door, daar! Oké, schat. Met de bakfiets of tot 1 tot 10 leren tellen? Tot 1 tot 10 leren tellen, toch? Bij Mark en Marlinde is de keuze ook snel gemaakt. Oké. Uno, Fred. Ja. Ik had zoiets van, laat mij fietsen, want daar kunnen we wel een voorsprong mee opbouwen. Ik zou sneller aankomen dan een van de dames, dacht ik. Terwijl Marion en Marlinde de Maya-woordjes leren, moeten Dominique en Mark naar de timmerman fietsen. Hier moeten ze elk 2 schoolbankjes ophalen. Hoe vlugger ze dit doen, hoe minder tijd de tegenstander heeft om te studeren. Uno, un pe, dos, pe, no, un pe,
Nou, het blijkt dat ik tot 1 tot en met 10 moet leren tellen en leren optellen en aftrekken. Dus ik dacht, nou, piece of cake, dat gaat wel lukken. Maar al snel merken de dames dat de Maya-taal niets te maken heeft met Spaans. Dat verhoogt de stress en de tijdsdruk aanzienlijk. Het was super, dat was verschrikkelijk moeilijk. Het kostte enorm veel tijd. Maar Dominique fietst veel langzamer dan Mark, waardoor Marlinde meer tijd zal hebben dan Marion om te studeren. Ik wist zeker dat ik niet zo snel ging zijn als Mark en dat ik een achterstand ging hebben. Die was natuurlijk cruciaal. Yes, yes. De aanpak van Marion en Marlinde verschilt nogal van elkaar. Moeder Marion vraagt de kinderen in de klas om hulp. Ook, 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 ook. Terwijl Marlinde, die net zelf van de schoolbanken komt, voorovergebogen de woordjes erin probeert te rammen. Ja, op een gegeven moment, ja, als je eenmaal alle woorden weet en ik wist hoe ik ze uitsprak, ja, dan moet je dat, ja, echt zoals vroeger op school gaan stampen, dat je het uit je hoofd kent. Marions tijd zit er bijna op, want Mark is met de schoolbankjes al op de terugweg. Dominique moet nog een heel eind. Shalik, ospe, om. Oké, Marion, de tijd is om. Jij mag hier buiten wachten, want Mark is binnen met de bank. Op het moment dat ik Mark zag, dacht ik dat het niet helemaal eerlijk was. Want Marion had begrepen dat Mark en Marlinde haar in deze etappe ten alle tijde voor zouden laten gaan. En dus ook in de strijd om de vrijgeleide. Laten jullie eerst, alsjeblieft, alsjeblieft. We zitten hier achter. Alsjeblieft, we laten jullie... Ik heb absoluut het gevoel dat het niks opgeleverd heeft. Alsjeblieft, alsjeblieft. Oké. Ik mag Marion en Dominique heel erg, maar op dat moment ga ik er helemaal voor. Want nou merk je de vechtlust en pas de, hoe sterk ze zijn. Marlinde kan nog een hele tijd studeren. Dominique komt amper vooruit met de zware banken in haar bakfiets. Het was zeer zwaar om te fietsen. Ik was echt kapot. Vooral de cijfers, die kon ik echt zo opdrammen. En ja, ik denk 80% van de woorden ook. Ik had wel het idee dat ik het goed onder de knie had, ja. Zometeen. Welk duo mag niet mee naar het volgende land? This is a different team. Stress. Een half uur later dan Mark komt ook Dominique eindelijk terug bij het schooltje. Oké, Marlinde, je moet stoppen met leren. Dominique is hier. Het is tijd voor de test. Op een geïmproviseerd marktje wordt hun kennis van de Maya-taal op de proef gesteld. De inzet, hun vrijgeleide naar Nicaragua. Marion en Marlinde, Dominique en Mark hebben de longen uit de lijf gefietst en jullie hebben geleerd. En als het goed is, kunnen jullie nu een beetje rekenen in de Maya-taal. Dus jullie zouden eigenlijk klaar moeten zijn om naar de markt te gaan. De professor, die gaat jullie dadelijk 5 boodschappen geven en aan jullie om de juiste spullen uit te kiezen. Professor? Kapel, yetel, kape, on. Ik dacht echt, wat gaat hij nou toch zeggen? Ik snapte er echt werkelijk niks van. Klinkt niet alsof het heel goed gaat, jongens. Vraag na vraag doen beide dames hun uiterste best om de juiste boodschappen uit te kiezen. Toen hoorde ik 10 en ik hoorde 9 en ik hoorde hangmat. Toen dacht ik van oké, er liggen geen 19 hangmatten, dus het zal wel min zijn. Ja, ik deed maar wat. Bij de laatste vraag telt Marion 10 maiskolven. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ik wil het nog 1 keer horen met sommetje. Otra vez, por favor. Otra vez. Ospe, yetel, ukpe. Oké, we gaan eens kijken hoe jullie het gedaan hebben. Ik ga samen met jullie de sommetjes nalopen. De eerste keer moesten jullie 2 plus 2 avocados halen. Dus 4 avocados moeten jullie hebben liggen. Marion, je hebt er maar 1. Ja. Marlinde, je hebt er 2. Dat is allebei niet goed. Gaan we naar de volgende.
Na 4 vragen is de stand 1-1. De laatste vraag moet uitwijzen wie de vrijgeleide gaat winnen. Ik was wel zenuwachtig. Ja, het ging om een vrijgeleide natuurlijk. Dus dat is super fijn als je dat hebt. De vraag was 3 plus 7. Maiskolven. Ja. 2, 4, 6, 8, 10. Mark en Marlinde. Yes! En dat betekent dat Marion en Dominique deze proef hebben gewonnen. Van harte gefeliciteerd. Oh, dankjewel. En dat betekent nu jullie deze proef hebben gewonnen, dat jullie door mogen naar het volgende land. Van harte gefeliciteerd. Vanaf nu kunnen Marion en Dominique het even rustig aan doen. Net als Peter en Veronique. Zij genieten van hun vrijgeleide op het strand van Zapata Bay. Dit is gewoon vakantie. Het voelt echt als een, als een luxe leven. Ja, ik ga op het strand met Veronique, een knappe vrouw die bovendien leuk is en we maken veel plezier. Peter en Veronique hadden elkaar nog nooit ontmoet voor Peking Express. En nu hebben ze samen al heel wat bereikt. Dit is echt fantastisch. We kennen elkaar niet. Ik vind dat bijzonder niet plek. Ja, dat matcht wel. We zijn allebei lekker gedreven. Ik heb weer een glimlach op mijn gezicht. Ons samengesteld koppel hebben we toch maar de eerste amulet binnen. Jullie kregen de amulet. Eerst de vrijgeleide. Dan gaan we samen naar het volgende land. Proost. En nu op naar de volgende overwinning. Hè. Bij hun vrijgeleide krijgen Dominique en Marion nog een extra cadeau. Een uniek verblijf bij een traditionele Maya-familie. En wat doe je dan? Ga je het dan toch proberen? Nee, dat kan niet. Ik ga gewoon happen, hè? Ik ga nog even met je koekjes. Ik zie het. Het is lekker, hoor. Je moet het vriezen, hè? Ik zie het al. Está bien. Gracias. Ik vond het een luxe ontvangst. Ik vond het heel leuk. Ze zijn hier allemaal ontzettend gastvrij. Dominique en Marion kunnen zorgeloos genieten. Want ze mogen zeker mee naar het volgende land. Het feit dat we niet weg hoeven, dat vind ik wel het allerbelangrijkste. Dat geeft ook wel een superkick. Raymond en Lisbeth zijn ook in een Maya-dorp beland. Maar zij verdiepen zich niet in de cultuur. Hun focus ligt op de race en de eliminatie. Op het moment dat het doek valt voor ons na deze etappe, dan is het wel erg jammer. Wij zijn nog niet klaar om naar huis te gaan. Nou, wat rustig is. Mark en Marlinde zijn al vroeg uit de veren. Na de verloren proef vrezen ze de eliminatie. We moeten toch een beetje zenuwachtig, maar ik wil... We moeten echt ons best doen. Ja. Als we haar redden, gaan we naar een ander land. En ik wil niet in het eerste land stranden. Ik wil echt tegen een baan. Ja. Ik merk als er een eliminatierace aankomt, dat ik echt geen hand door mijn keel. Langzaam krijgt het spel meer vat op de jonge genieters. Voor vertrek was hun grootste zorg of hun respect voor de lokale bevolking en de tegenstanders niet te groot zou zijn om het ver te kunnen schoppen. Ze zijn duidelijk van plan hun grenzen te verleggen. Ik ga wel hele trucendoos tevoorschijn. Ja, ik ook. En om zeker te zijn van een lift in het rustige dorpje, spelen Mark en Marlinde het tactisch bij hun gastvrouw. Es posible, ustedes, con el coche, aquí, de acá, acá Río Puerto. Sí, gracias. Volgens mij gaat dit wel goed komen, hè? Afkloppen. Is dit waar, Felipe Carrillo? Oh, sí, sí. Ja, kom. Noeske, we zijn er. Eén voor één beginnen de duo's aan hun mogelijk laatste race. Hola, buenos días. Si vamos Tulum, can we go in your bag, Tulum? Hierin? Oké? Okay? Gracias. Ben je hier, kom. Hop.
Rapido, por favor. Speedy Gonzales, rapido. Go, go, Speedy Gonzales. Go, go, Speedy Gonzales. Torre Carrera. Ik wil er nog in blijven vandaag, gaat dat? Kom smeken. Ik wil nog niet naar huis. Oh nee, ik wil nog niet naar huis. Alleen bij Raymond en Lisbeth lijkt het niet te lukken. Hola. Donde usted? Usted hier a la dirección de Toulon? No. No? We moeten vandaag gewoon knallen, want het is een eliminatie-etappe. Usted mucho parera a la dirección de Toulon, or no? Un momento. Mucho parera en la carretera. Usted mucho parera? Ja, mucho alto. Alto. Ja? Sí. No? Maar voor de gemiddelde Mexicaan is hun Spaans Chinees. Vijf duo's racen tegen de eliminatie van Senor naar Zapata Bay in Tulum. Mark en Marlinde hebben een ruime voorsprong op de anderen. Maar onderweg zullen ze Roos tegenkomen. Het volgende land wenkt, maar ze weten nog niet welke bestemming het wordt. Hier wacht ik op hen met een venijnige opdracht. Wie erin slaagt de namen van deze drie revolutionairen te achterhalen, waar het de eerste dag in Mexico City allemaal om draaide, kent meteen de route van deze Peking Express. Op dag 1 moesten de koppels deze puzzel oplossen. Vandaag moeten ze uitzoeken wie deze helden zijn. Emiliano Zapata van Mexico, Augusto Sandino van Nicaragua en Simon Bolivar, de bevrijder van Venezuela. Slagen ze er niet in, zou hen dat wel eens heel erg duur kunnen komen te staan. Afternoon. Pero no. No tengo gasolina. Ik heb niet genoeg benzine. Mark en Marlinde dreigen hun voorsprong kwijt te raken, want hun chauffeur vreest te weinig benzine te hebben om nog thuis te komen. Ja, we werden gedropt en zijn tank was ook leeg. Dat had ik ook wel gezien, dat ik even gecheckt. Hoe zit dit Toulon? Por favor, por favor, por favor. Why? Loes en Jos hebben nu wel begrepen dat de eliminatie dreigt. Ze verleggen hun grens en pakken uit met een flirttechniek. Llévanos, por favor. Es muy importante. Sí. Sí. No, de que se puede, sí. Loes, we kunnen mee! Ik heb een beetje zoals mijn zonnebril omhoog gedaan. Ik naar ze even in die donkere ogen kijken. En dat werkt toch wel. ¿Cuál es su nombre? Me llamo Ismael. Ismael. Me llamo Lucia. Lucia, ¿de dónde? Sí. De Holanda. Sí. We are lucky. We are lucky. Lucky. We are lucky. Oh. Mark en Marlinde staan nog steeds stil en smeken veel harder dan ze ooit van plan waren. Maar toch heeft Marlinde nog haar grenzen. Please, can you bring us to Tulum? It's a rally, a rally. It's a race. It's a very. You give me a kiss. And I give a ride. No, no. No. Just a kiss. Oh, no, please. Maar, we hebben. Oké. Fuck, fuck. Je bent toch geen hoer, teringleier. Hij wilde een kus, hè? Smerige teringfan. Ja, je hebt het toen niet gegeven, hè? Nee, tuurlijk niet. Ja, dan. Alle koppels racen nu naar de eindbestemming, maar ze weten niet dat Roos hen onderweg opwacht. We want to play the final. We want to win. It's a race, so it's very important. Yeah. Hassan! Señor! Señor, por favor! Hassan! Por favor, por favor! Allee, jongen! Hassan! Señor, por favor! Hassan! Wie heeft mijn eigen verpletter? Man, dat is altijd zo stress, hè? Nou, zeker vandaag, schat. Oh, hè? Huh? Mark en Marlinde, voor jullie mogen verder racen, heb ik nog een opdracht voor jullie. Oké. Okay. Deze foto herken je misschien ook wel van de eerste dag. Dit zijn drie Latijns-Amerikaanse volkshelden. Ja. En Art gaat jullie bij de finish vragen wie deze drie mensen zijn. Ja, okay. En in welk land ze de revolutie geleid hebben. Je mag onderweg hulp vragen. Ja. Let goed op, want een fout antwoord kan echt wel fataal zijn. Okay. Je mag doorgaan. Veel succes. Dankjewel. Vertrek maar snel. We dachten, dat komt wel goed met die opdracht. Dit is Simon Bolivar. Uit? Venezuela. Yeah. Deze weet ik niet. Deze is Emilio Zapata. Van die twee wist ik het zeker. En dan was het alleen nog land en naam van de derde meneer. Hola. Senor, speciale rijden te doen. Dan ga je gewoon heel snel op zoek naar een nieuwe lift. En die namen, dat doe je daarna wel. Ga lekker. Vlak na Mark en Marlinde krijgen ook Loes en Jos hun opdracht. Je mag vertrekken. Succes. Oké, dankjewel. En dankzij hun verleidingskwaliteiten hebben de moeders meteen weer een lift. Die wilden ons gelijk meenemen. Ze gingen heel erg goed.
Welke is zeker? Deze. Die herkennen wij. Oké, dat is Zapata. Emiliano Zapata. ¿Y no conocéis este? Santana fue el presidente de México. De chauffeur is wel lief, maar niet de meest betrouwbare informant. Santa Ana. Is uw apellido? Santana of Santa Ana? Santa Ana. Dit, hij heeft New Mexico gesticht. Hier eindigt de race in Mexico, Zapata Bay. En hierin zitten de tickets voor 6 van de 7 duo's naar Nicaragua. Op deze plek wordt dus beslist welk duo niet mee mag. En daarbij zou het vinden van de juiste namen van de revolutiehelden wel eens doorslaggevend kunnen zijn. Nicaragua is het op 2 na armste land van Latijns-Amerika. Na 70 jaar burgeroorlog en geweld is er eindelijk vrede. Maar nog altijd is de legendarische generaal Sandino een nationale held. Viva Sandino! En zie je zijn volgelingen, de Sandinisten, in het straatbeeld. Het is duidelijk voor wie het volgende land moeilijk haalbaar wordt. Raymond en Lisbeth en Jamila en Hassan zitten achteraan in de race en voeren een harde strijd om niet de laatste te zijn. Er komt zelfs duw- en trekwerk aan te pas. Please, can you turn for us? Two personas. Playa Maya, señor. Muchas gracias. Tempo, tempo. Rapido, rapido. Muy importante. En zelfs bij de rustige Marlinde bereikt de stress het kooppunt. Omdat je niks kan doen achter in zo'n truck, is dat zit je echt op te vreten. Minobia is más nerviosa dan me. Ik kon helemaal niet communiceren, dus ik wist niet of hij het wist. Of... Ik wil helemaal gek van jou. Dus wil even van, joh, laat me heel even. Ik wou gewoon even snel die namen en het heeft gewoon geen zin om te discussiëren. Jij, ik ben het er gewoon niet mee eens. Senor, qui es? Of we gaan nu stoppen, of we gaan door. Maar het heeft geen zin om erover te gaan praten van wat nou het beste is. Playa Maya is nog 6 kilometer verder. Oké. Okay. En les autres? Ja, Ignacio Iturbide. Santana. De qué país, Santa Ana. Santana is de aquí de México. No sé. ¿Qué es? No sé. No, a ver. No. Ja, ja. Wie laatste is, komt niet verder dan Mexico en deze Peking Express. Venezuela. Iturbide. Are you sure? 100%? Is that his name? His last name. Ja, was hij daar, zeg? Ja, is seguro, no? El Tigre de Santa... Sí? En deze? Ja, Manuel López Santa Ana. Oké. Okay. Ik vind deze de knapste El Tigre. Ja, nou, vind ik een mooie man. Ja, ik ook. Ja. Knap of niet? Loes en Jos hebben zich wel een verkeerde naam laten aanpraten. En dat kan cruciaal zijn in de eliminatiestrijd. Want elk fout antwoord betekent 5 minuten straftijd. Daar zijn jullie, Mark en Marlinde. Daar zijn we. Nou, we komen op met de namen. César Sandino, Simon Bolivar, Emiliano Zapata. En van welke landen staat? Nicaragua, Venezuela, Mexico. Dat is helemaal goed. Ja! Oh, yes! De tickets zijn voor jullie. Jullie mogen mee naar Nicaragua. Van harte gefeliciteerd. Als je hoort dat je door mag, dan is het gewoon super. Het is echt zo super. Echt een opluchting. Godverdomme, ben ik blij, schat. Echt fucking relaxed. Want valt alle stress van je af. Het zonnetje schijnt, alles is mooi. Je hoort de vogeltjes zingen en ze, ik vind het helemaal top. Hé, hey, dat is snel, man! We gaan eerst naar Nicaragua en dan naar Venezuela. Super. Ja. Oh, dat wist je niet meer mee. Loes en Jos komen als tweede koppel binnen. Loes en Jos! Ja, dat is niet. Denk er goed om, ik geef 1 waarschuwing. Voor elke fout die jullie hebben, krijgen jullie 5 minuten straftijd. Okay. Dus dan zijn jullie nog niet binnen. Op deze stenen moeten de koppels 5 minuten straftijd uitzitten per verkeerde naam of verkeerd land. Manuel López, Santa Ana, Mexico. El Tigre, Santa Julia, Mexico. Emiliano Zapata, Mexico. Ze zijn niet goed. De enige die jullie goed hebben is Zapata, Mexico. Loes en Jos hebben 4 verkeerde antwoorden gegeven en moeten dus 20 minuten wachten. Okay. Als er in de tussentijd een ander duo komt die het wel goed heeft, dan gaan ze natuurlijk voor. Jullie mogen daar bij de stenen wachten. Okay. Een beetje fantaseren over de route. Maak het een nummertje 5. Een nummertje 20. 20 minuten. Ja, dan zit je wel in de zenuw. Ja, dat staat ook spannend. Ja. We hebben gewoon punten weggegeven. Dat vond ik weer een beetje stom van onszelf.
man, jongen, hé. Ja, kom maar, man. Keert gereden. Nee! Wendy, kom eruit, kom. Can you bring us there, the door? No, daddy. De race wordt een minutenkwestie. De duo zit elkaar op de hielen. Playa Maya, Tulum. Would you like to bring us to Playa Maya? Would you please do that for us? Right, do it. Yes, thanks. Right, thanks a lot. De seconden tikken weg voor Loes en Jos. Maar niet alleen de tijd speelt een rol. Hun lot hangt ook af van het aantal verkeerde antwoorden van de andere koppels. Het gaat op tijd, hè? Dat had ik toen begrepen. Ja, alleen als ze alle vragen goed hebben, ja, dan hangen wij. Prima, Wendy. Welkom hier. Ja, dank je. Ik zal jullie zeggen, voor elke vraag die jullie fout hebben, krijgen jullie 5 minuten straftijd. Okay. Loes en Jos zitten achter jullie, die hebben 20 minuten. Als jullie minder hebben dan hen, dan weten jullie dus dat jullie geen laatste zijn. Nou, een probleem, want we weten gewoon niet genoeg van je foto. En ik had zoiets van, oh nee, dat kan niet. Ik weet niet wat straftijd aan mijn broek hebben. Zeg het maar. In Turuide, Venezuela, Zapata, Mexico. Wat wil je zeggen? Mancho, Panches, Colombia. 3 fouten. Jullie hebben 15 minuten straftijd. Maar Loes en Jos moeten nog 16 minuten straftijd uitzitten. Dat betekent dat jullie doorgaan naar het volgende land. Ah, is waar? Van harte gefeliciteerd. Ze hebben het. Echt waar? Ja. Ik heb hier de ticket voor jullie. Alsjeblieft. Kom maar. Dankjewel. Dank je wel. Relax, jongen. Jos, wij hebben het goed gedaan. Jamila en Hassan zijn te nerveus om goed samen te werken. Jamila! Con eso? Sí. Oh, sí, espera, espera, espera. Sí. Jamila! Está aquí. Hey. ¿Está México, la España o la Revolución? México. ¿La dos llamas? Roger Floreros está. No, no, este es Emiliano Zapata, este es Vicente. Ah, maar dit is Mexicano, alleen maar een lift, ja, jong. Daar zit ik aan, daar zit ik aan. Hoi. Hoi, ja. Zeg maar. Simon Bolivar van Venezuela. Raymond en Lisbeth hebben alle antwoorden juist en mogen mee naar Nicaragua. Loes en Jos kunnen niets anders doen dan afwachten. Alleen wanneer Jamila en Hassan het verknoeien, zijn ze gered. Dag Jamila, Hassan. Kom erbij. Ja, goed, goed. Ja? Jazeker. We gaan eerst eens kijken naar de namen. Dus zeg het maar. En deze? Emilio Zapatos, Mexico. Mm-hmm. En de andere? En dat is Montsevo. Nummer 2, Roger Flores. Ja, jij pakt mijn hand vast en ik zat echt wel geconcentreerd tot het luisteren van wat hebben zij. En ik vond echt nog wel een klein kantje. We gaan de namen nakijken. Dit is Bolivar. Dankjewel. Van Venezuela. Die is goed. Okay. Dit is Zapata van Mexico, dat is goed. En hier hadden jullie? Roger Flores. Dat is een foute naam. Ah, nee. Ja, dit is Sandino. Oh, nee. Ja, en jullie zeiden daar Salvador. Ja. Maar dat moest zijn Nicaragua. Ah. Dus dat betekent dat jullie 2 fouten hebben. Dat betekent 10 minuten straftijd. Dan gaan we nu kijken hoeveel straftijd Loes en Jos op dit moment nog hebben. We hebben 10 minuten. Als zij meer hebben dan 10 minuten nog, dan gaan jullie door. Hebben zij minder dan 10 minuten, dan gaan jullie door. Het is spannend. Die gaan door. Super spannend. Loes en Jos? Je hebt totaal geen idee. Hoe het bij de voorstel. Jullie mogen. Niet te geloven! Oh, van harte gefeliciteerd. Super. Alsjeblieft. Van harte gefeliciteerd. Jullie gaan mee door naar Nicaragua. Yes! Ja, als je hoort dat je door bent, nou ja, echt spring je gat in de lucht, ja. Hey! Hey! Oh, yes. Oh. Hey, hoi. Hi, gaat het goed? Dat is niks. Ik kan echt geen. Het is echt. Gedaan. We hebben er echt van genoten. Ja, super genoten. Ja? Super genoten. Ja. Ik ben teleurgesteld, hè, wel. Ja. Dat wil ik niet onder stoel op de banken steken, maar dat, ik ben echt teleurgesteld. Oh. Best niks. Dat kan gebeuren. Echt waar, we hebben echt genoten. Ja? Ja, echt waar. Hadden jullie verder willen gaan? Ja, zeker. Ja, natuurlijk, je zit altijd nieuwsgierig naar het volgende land. Dat is normaal gezien. Ja. Maar ja, we zijn andere duo's. Ja.
De beste wint gewoon. Nee, de best win. Yes. Oké, tof. We hebben het gehad. We zullen wel naar Marokko gaan. Ik ben Allah dankbaar dat we zover zijn geraakt. Ik ben Allah dankbaar dat hij mij heeft laten meedoen met Peking Express, want ik heb echt genoten. Ja, Rabbi, ja, Rabbi, ja, Rabbi, auna, ja, Rabbi, silko, hedna, ja, Rabbi. Volgende week in Peking Express. 6 duo's ontdekken het ruige Nicaragua. Sorry. Nicaragua lijkt mij vrij heftig. Daar, rugzak mee gedaan. Si, vamos. Jammer zeg. Oh, por favor, es muy importante. De kathedraal. Oh, snel, vragen. Godverdoen, al dan nog. Gaat die nog weer?